Hans, we hebben zojuist de opening gehad van NK Algemeen en NK Vrouwen. In jouw tijd hadden we, denk ik, toen jij kampioen werd, en dat is 4 keer geweest, als ik het goed heb, waren dat nog volwassen toernooien met 12 of misschien wel 14. 14 ook, ja. Ja, 14 deelnemers. En nu zijn er toch wat kleine groepjes. Bij de vrouwen 4, bij de mannen 8. Wat denk je dat het belangrijkste verschil is met vroeger daarom? Wat het belangrijkste verschil is? Dat was kennelijk geld. Ja, natuurlijk. Ik begrijp de oorzaak van het feit dat we nu een kleinere groep hebben. Maar wat zal het effect zijn voor het kampioenschap eigenlijk? Dat bedoel ik. Ik vind het veel leuker als het grotere groepen zijn in zo'n groep van 7 partijen. Dat is natuurlijk niet veel. En één ongelukje kan een heel toernooi verpesten en bepalen. En met 13 partijen of ook nog met 11 partijen is er veel meer vrijheid voor de spelers om... minder angstvallig te spelen, want ze kunnen zich een foutje permitteren. Ja, zeker. Als de bond dan over minder geld beschikt, waar zou je dan de voorkeur aan geven? Een klein, maar toch heel sterk bezet toernooi, kampioenschap, of met meer mensen, maar minder sterk bezet? Nou, in de eerste plaats ga je er een beetje vanuit alsof dat een natuurverschijnsel is waar tegen geen kruid gewassen is, dat de bond minder geld heeft. Minder geld, oké, maar ik heb toch het idee dat het niet een natuurverschijnsel is en dat ook onder de huidige omstandigheden toch nog wel mogelijkheden zouden zijn geweest om het wat royaler te hebben. Maar goed, ik ben zelf geen sponsorvinding, maar... Ja, oké, als je het zo stelt, dan liever klein en sterk, ja. Wat sterk. Heb je in beide kampioenschappen een uitgesproken favoriet? De vrouwen betreft, iedereen zal daar zeggen Peng. Dat kan niet anders, met alle respect voor de andere. Peng is natuurlijk de favoriet. Zoals Hans Beum al zei, je krijgt alleen maar je inleg terug van de boekmakers als je op haar wet en verder... niks. Het algemene kampioenschap is het natuurlijk makkelijk om te zeggen Anishkiri is favoriet. Goed, dat zeg ik dan ook om voor de hand liggende redenen. Kampioen van vorig jaar, hoogste rating. Maar daar ligt het natuurlijk veel onduidelijker van mensen als... Kun je wat outsiders noemen, ja? Outsiders? Ja. Gevaarlijke outsiders? Gevaarlijke outsiders, zeker. Ja, dat bedoel ik. Nou, outsiders kun je achterwege. Laat ik beginnen met mensen die ik niet als outsiders beschouw. Namelijk Ivan Sokolov en van anderen, vooral Jan Smeets natuurlijk. Allebei kampioenen uit het verleden. En ook met een stijl die tot puntenscoren kan leiden. En zeker... op de korte baan 7 partijen heb ik het idee dat zij alle 3 het kunnen winnen, maar ook nog wel een van de anderen. Oké, Hans, dankjewel.